geloof dat er wel 30 man waren. Trokken allemaal pakken aan en die gingen naar binnen, ramen en slaan, roepen van politie, politie. Nou, dat heb ik dus wel meegekregen. We hebben hier een inwerking zijnd laboratorium ontdekt. En daarin werd amfetamine geproduceerd. Die hebben we ontmanteld en ontruimd. Dat huis dat staat al 8 jaar in de stijgers. Of niet 5 jaar in de stijgers, maar 8 jaar geleden heeft de eigenaar dat gekocht. Een hele aardige man die het huis had gekocht. Dus we praten daar ook regelmatig mee. Van fijn dat je weer aan het werk bent. En ja, nu gebeurt er dit. Ja, er komt heel wat naar buiten, hè? Heel veel, ja. Daar sta ik helemaal van te kijken. Want als je binnenkeek, dan zag je helemaal niks. Dus dat moet ergens uit de kelder komen, denk ik. Ik heb nooit iets gemerkt dat ze al die dingen naar binnen brachten. Helemaal niks. Nee, nooit 's nachts wakker geworden van geluid? Of... Helemaal niks. Er waren wel twee mannen de laatste 2-3 weken die daar dag en nacht wel waren. Dat heb ik wel gezien. Ik weet niet wat die daar deden, maar dat was niet de eigenaar. Tijdens het ontmantelen hebben ze geen direct gevaar gelopen, omdat dat door specialisten gebeurt. Maar tijdens de werking van het laboratorium is het natuurlijk wel zo dat er met chemische producten wordt gewerkt in een woonwijk. En dat is niet wat je wil.